Ik ben Wilco Geesink, de apotheker van Apotheek Schiphol Plaza hier in aankomsthal 4. Ze kunnen hier terecht voor recepten, hè, als een echte apotheek. Maar ze kunnen ook terecht voor reisadviezen, ze kunnen terecht voor vitamines. En we hebben een uitgebreide range ook van huidverzorgingsartikelen. Kortom, eigenlijk wat je nodig hebt als je op reis gaat, wij hebben het. Ook voor de mensen die hier werken, alles wat ze nodig hebben kunnen ze hier krijgen. Mensen die op reis zijn en ontzettend nodig moeten hebben, bijvoorbeeld in een safari zijn, in een safaripark niet uit de auto kunnen, maar wel ontzettend nodig moeten, dan hebben ze een zogenaamde Travel John. Dat is te vergelijken met de kattenbak. Het neemt het vocht op zonder dat er reukjes komen. En men kan dat dus in feite in de auto doen. Zet ik gewoon hier op het receptje dat er 30 zijn en dan krijg je een herhaling voor de andere 30. Ja. Dat is heel erg handig als je hier werkt en ik werk fulltime, dus dan heb ik gewoon iedere keer kan ik even hier naar beneden glippen om even wat te kopen of een receptje te halen. Wat doet u hier in de apotheek? Pluggen kopen en neusspray kopen. Ja, ik wist dat er hier ergens een apotheek moest zijn. Dus ik ben gewoon gaan lopen en ik had het binnen 2 minuten gevonden. En wat zijn de dingen die het meest vergeten worden voordat mensen op vakantie gaan? De jonge dames vergeten heel vaak de pil. En de ouderen die hebben van die mooie tasjes waarin ze hun medicijnen allemaal stoppen. En dit zetten ze altijd klaar om mee te nemen. Maar ja, dan zitten ze in de trein en dan komen ze tot de ontdekking dat die ineens op de keukentafel staat. En dan leggen ze de vraag voor en dan regelen we dat. En als ze met de trein aankomen, staat keurig netjes hun pakketje klaar. En dat allemaal zonder kosten. En stel, de Schiphol Apotheek was er niet. Wat dan? Had ik knallende oorpijn gehad in het vliegtuig. Ja. Voilà. Tot ziens, hè. Dag.